Hallo allemaal, ik ben Wan de Boezekal, computerarcheoloog bij HCS Company. En vandaag willen we kijken naar de nieuwste, beste, meest geüpgrade, meest moderne variant van Is It Friday die we kennen. Voor de mensen die dit kanaal nog niet zo lang volgen, Is It Friday is de demo-app waarmee we een hele hoop dingen laten zien over dingen als containerisatie, maken van single executable images, deployen op Kubernetes. Maar laten we even gaan kijken. Is It Friday? En je denkt van, wat is hier nieuw aan? Ik kan hem gewoon herladen. Zo te zien niks anders. Ga kijken naar de URL. Nou, ik heb even NTSS0 erachter staan, zodat het op vrijdag lijkt. Maar ik kan gewoon die variabelen erachter zetten. Wat is hier nou allemaal zo nieuw aan? Nou, de applicatie zelf, hoe het eruit ziet, wat het doet, is niks nieuws aan. Maar hoe we hem gebouwd hebben, is een heleboel nieuws aan. Als ik hier nou een terminal pak, dan zien we hier de logs van een draaiende container. Ik heb gewoon een Podman run gestart. En we zien hij draait onder Apache. Nou, dat is al apart. Want in principe draaiden we normaal een container met een eigen webserver erin. Met een Python applicatie. Maar dit is geen Python applicatie meer. Ik hoor jullie denken, wat heeft hij gedaan? Heeft hij er WebAssembly van gemaakt? Nee, geen WebAssembly. Geen JavaScript, alhoewel de Python versie heeft een JavaScript frontend om je lokale tijd te gebruiken in plaats van de servertijd ook. Nee, we zijn een beetje achteruit gegaan in de tijd. En ik zal laten zien wat het is. Als ik naar een ander venster ga, dan kan ik hier de container waar die indraait in gaat. Heet, nou, de naam zegt het al een beetje. Is It Friday min COBOL. Als ik naar var www.html ga, en ik doe een ls min l. Dan hebben we een index.cgi en als ik die uitvoer, dan krijg ik de HTML van de pagina terug. Die index.cgi is niet zo groot, is maar 30k. En als ik daar een LDD op draai, dan zien we misschien al wat er aan de hand is. De naam van de container zei het ook al, Is It Friday min COBOL. We gebruiken libcop. Deze Is It Friday is geschreven in COBOL. Een van de modernste talen die we kennen, bestaat sinds 1957, 1958 ongeveer. En sindsdien eigenlijk niet meer weg te denken uit het enterprise-landschap. We hebben bij HCS ook klanten waar we niet bezig zijn met het wegmigreren van een COBOL-applicatie, maar juist het migreren naar Linux van een COBOL-applicatie die eerder op oudere Unixen draaide. Waarom? Er zit vaak gewoon 30, 40 jaar businesslogica in zo'n applicatie en als het werkt, blijf je er vanaf. Je moet wel een hele goede reden hebben om gewoon zoveel jaar wijsheid opnieuw te gaan programmeren. Dus laten we eens gaan kijken. Nou, wat ik met het sources gedaan heb, hoe hebben we dit nou in een container gekregen? Een COBOL webapplicatie hoor ik je denken. COBOL was toch bedoeld om met fixed records uit databases te werken? Ja, dat klopt. Ik heb hier een paar dingen. De GitLab waar dit in staat, staat hieronder gelinkt. Het container image is ook beschikbaar als je dit zelf wil draaien. Ik heb een README. Nou, in die README staat niet zo heel veel. Daar staat hoe je hem met Podman kan starten uit de container die wij al voor je gebouwd hebben. Ik heb een GitLab CI bestand voor de mensen die GitLab CI gebruiken. En er staat, we doen een Podman container. Ja, en daarmee gaan we gewoon een Podman login doen naar de GitLab registry, een Podman build en een Podman push. En als het de main branch was, push je hem ook naar de latest tag in plaats van alleen maar zijn feature tag. Wel wat regels, main draait altijd, feature branches, merge requests moeten met de hand op play gedrukt worden. Ook niet zo spannend, dit hebben we allemaal eerder gezien met andere versies van Is It Friday. Wat wel een leuk woord is als we naar de source code van de applicatie zelf gaan en dan kijken hoe die vervolgens gaan deployen. Ik heb hier een isitfriday.cbl, het is een COBOL bestand. Het is wel modernere COBOL, het is freeform, ik heb geen regelnummers meer en vaste kolommen. Mag je wel doen als je wil, moderne COBOL hoeft dat niet meer. Gewoon COBOL, we hebben een identification division, daarin zeg je de naam van je programma. Is It Friday, wie het geschreven heeft, je kan dingen over de hardware erin zetten, copyright, remarks. Krijgen we een data division, daar staan mijn variabelen en mijn constanten in. Ik heb een working storage, dat zijn mijn variabelen. En ik heb ze lekker ouderwets korte naampjes gegeven. DOW, day of week, NTS, nights to sleep, TMP, temp, OVR, override, QS, query string key, query string value. De key en value heb ik niet eens meer nodig trouwens, bedenk ik net. Alhoewel, ja, die heb ik wel nodig nog. Ja. En dan procedure division, waar mijn applicatie begint. Accept date of week from day of week. DOW wordt nu gevuld met een waarde 0 tot en met 6.
Waarbij 1 maandag is, 2 dinsdag, 3 woensdag, 1 tot en met 7. Noemen we compute, TMP is functie, modulo, 12 min day of week, modulo 7. Daarmee krijg je het aantal nachtjes wat ik nog moet slapen. En dan haal ik de query string environment variabelen op in de QS variabelen. Die QS variabelen heb ik op maximaal 255 karakter gezet. Dit is echt niet productieklaar hoe ik dit hier doe, mensen. En die unstring ik dan. Unstring breekt een string op in meerdere substrings op de hand van die delimiter. En ik kijk gewoon alleen maar isje, dus je krijgt naam is waarde. Heb jij meerdere dingen erin zitten met ampersands ertussen en zo, kijken we niet naar. Ja? Dan stoppen we in de QS key en de QS value variabelen. Als de QS key variabele NTS is, dan pakken we QS value gedeeld door modulo 7 als nieuwe nights to sleep. Dat is die NTS parameter die we meegaven. En anders gebruiken we gewoon die temp die we eerder hadden uitgerekend. Deze manier van variabelen uit de query string halen. Als je een CGI-applicatie bent, dus gewoon iets wat uitgevoerd wordt door je webserver en de output wordt dan als webpagina geserveerd, krijg je een environment variabele met query underscore string in hoofdletters met daarin je query string. En die is gescheiden op verschillende naamwaardes, is gescheiden met een ampersand. Daar doen we hier helemaal niks mee. Dan zouden we dit eerst op ampersands moeten gaan splitsen, daar overheen gaan lopen, maar we weten niet hoeveel erin zitten, we hadden ik maar variabelen van tevoren moeten gaan sizen. Heb je een commerciële kobol, ik gebruik je GNU-kobol, zijn er dingen als system calls voor om een CGI-variabele op te halen. Er is een open source C-library die je aan kobol kan hangen om CGI-parsing te doen. Ik wou dat niet gebruiken, ik wou gewoon puur kobol zonder extra dingen op het moment. Dit kan een heel stuk mooier. Voelt een van jullie zich geroepen om dit een heel stuk mooier en robuuster te maken? Pull requests staan open op het GitLab repo, ga alsjeblieft je gang. We hebben nu de variabele hoeveel nachtjes nog moeten slapen. En dan doen we gewoon een hele hoop display, display, display. Eerste display moeten we over praten. Content type tekst HTML. Dat is CGI, je moet zeggen wat je content type is. Anders gaat Apache zeggen van ik weet niet wat het is, verkeerde headers meegehad. Je mag ook extra headers meegeven als je wil. En dan heb ik hier de hexadecimale waarde 0a staan. Dat is een new line. Want ik heb geen manier kunnen vinden om in COBOL een display of een print line voor een lege regel te maken. Dus ik gooi er gewoon knijterhard een extra newline achteraan door de hexadecimale waarde 0a voor een newline mee te geven. Dan gooi je gewoon de HTML eruit. Ja. Dan hebben we hier nog wel even een if-blok. Als nights to sleep groter dan 0 is, dan zeggen we van het is nog geen vrijdag, je moet nog zoveel nachtjes slapen. Inclusief nog een conditional voor nights of night, hè, of het 1 of meer is. Ja. En dan nog een beetje display voor mijn body en dat is de hele applicatie. Hij is niet super veel moeilijker dan de Python-applicatie. Het is alleen een hele andere manier van programmeren dan mensen gewend zijn. Hoe krijgen we dit uiteindelijk nou in een container? Nou, ik heb ook nog een CSS-directory trouwens met wat stylesheet ernaast die geladen wordt uit de HTML. Als ik mijn containerfile ga pakken, dan doen we een multistage build. Ik haal eerst een Fedora 38 image op, die noem ik builder. Daarin installeer ik GNU-COBOL. GNU-COBOL is een open source COBOL compiler. Hij compileert je COBOL eigenlijk eerst naar C, die hij vervolgens aan GCC geeft. Altijd grappig. En dan kopieer ik mijn source directory naar een source directory in mijn builder image. En dan draai ik COBC, de COBOL compiler. Ik zeg het is freeform COBOL, ik wil een executable hebben. Je moet statisch linken, doet hij heel weinig mee, die stel ik me graf. Min O is it Friday, dat wordt de naam van executable. En we pakken source isitfriday.cbl als source hiervoor. Dan pak ik het Fedora Apache image. Deze kan je ook gebruiken met source to image als je daarmee bekend bent. Dat is van RCL.org komt die vandaan. Dan zeg ik, we zijn even root. We draaien DNF install libcop. Als je gaat kijken naar die executable die COBOL gegenereerd heeft, dan is hij dynamisch gelinkt met libcop. Daar zitten wat van de standaardfuncties van COBOL in. Dus die moet op het target systeem aanwezig zijn of in mijn target container. Doe een DNF clean all om wat dingen op te ruimen. Dan kopieer ik uit mijn builder image mijn isitfriday executable naar far.www.html.index.cgi. Ik kopieer mijn CSS directory. En een hele belangrijke, ik kopieer mijn Apache configuratie hier naartoe. En dan zeggen we gaan verder als gebruiker 1001 en je moet de container starten met het run httpd commando. Dat command moet er echt in staan.
grote probleem, dit is een source-to-image container, anders gaat hij proberen een assemble uit te voeren of een help als je hem opstart. En ik wil gewoon dat hij geraakt draaien gaat. Die Expose 8080 mag in principe weg, die staat al in het upstream image. Ik deed hem eerst gebaseerd op een ander Apache image. Maar dan had ik een conflict met de versie van libcobol die uit die distributie kwam, dus niet zo leuk. Nog even naar die Apache configuratie kijken. Dat is een redelijk standaard httpd.conf. Behalve als ik omlaag ga zoeken. We hebben serverroute, staat gewoon tijdens de httpd. Listen was al aangepast upstream naar 8080. Modules.conf werd geïncluïd. User, group, allemaal normaal. Server admin, allemaal normaal. Directory route, allemaal normaal. Document route, nog steeds normaal. Var www, nog steeds normaal. En nu var www html. En daar heb je dingen op aanpassen. Ik heb in options, heb ik exec CGI erbij gezet. Hè, common gateway interface. Anders gaat Apache weigeren in deze directory executables uit te voeren als CGI. Nou, ik wil wel dat hij hem uitvoert. Ik wou niet weer een HTML moeten maken. Die ging redirecten naar een CGI ding en alles. Gewoon rechtstreeks door deze directory mogen we CGI doen. Dit is niet veilig en dit wil ik je niet op productie zien doen. Dit is een container om een suffe webapplicatie geschreven in COBOL te demoen voor een filmpje op vrijdag. Dit is geen productie. Doe dit niet op productie. Maar ik heb CGI dus aangezet. Dan heb ik bij dear module heb ik directory index gezet dat index.cgi eerst gekonfigureerd wordt voor we index.html gaan zoeken. En ik heb nog, als we wat gaan zoeken, bij add handler heb ik gezet dat bestanden die eindigen op .cgi als CGI script gedaan moeten worden. Hier zie je af en toe ook .py of .pl of wat dan ook bijgenomen staan. Dat is een spatiegescheiden lijst. Dus deze Apache-configuratie vertelt, gaat zoeken index.cgi als een directory-index. Landingspagina voor directory. .cgi-bestanden mag je uitvoeren. Doe je dit buiten een container, dan gaat SC Linux op een rel van Fedora System heel hard tegen je spugen dat CGI niet als var-www-html mag worden uitgevoerd, dat het verkeerde context heeft. Dan moet je echt var-www-cgi-bin voor gaan gebruiken. Nog iets, doe dit nou niet op productie. Ik heb dit snel gemaakt om leuk en werkend te zijn. Dit is absoluut niet bedoeld als voorbeeld voor hoe je dit op een goede manier doet. Alleen maar om te laten zien van kijk, het kan. Dat het kan, is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat is hem eigenlijk. Dus ik kan gewoon weer naar mijn Is It Friday gaan. Nu weet je, deze Is It Friday wordt gewoon vanuit COBOL gegenereerd. Die vraagt de dag van de week op, kijkt hoeveel nachten slapen er nog is en genereert de HTML voor je. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje leuk gevonden hebben. Dit is een typisch gevalletje van niet omdat het moet, maar omdat het kan. En dan nog, waarom zou ik? Nou, ik had er zin in, ik vond het grappig. Ik had nog nooit eerder wat met COBOL gedaan. Ik dacht, ik ben met klanten bezig met migreren van COBOL. Ik vertrouw die compilers maar gewoon, ik wil die taal ook een beetje kennen. Dus een voorbeeld webapplicatie geschreven in COBOL. Hij kan heel veel malen beter. Heb je hier nou een verbetering bijvoorbeeld voor het parsen van die query string? Maak gewoon een pull request aan op GitLab. Dan komen we hier misschien nog een keertje op terug. Dat was het mooie voor deze week. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ik vond om te maken. Dan zie ik jullie volgende week weer. En onthoud HCS Company. Ook vooral je COBOL. Tot ziens.